Mijn microfoon doet het niet. Hoe gaat het met jullie mensen? Morgen is het weer een hele mooie dag. Ik ga morgen lekker weer in Sunclub zijn. In mijn Sunclub. Sunclub met Drefus Sunclub, maar het is Zwarte Pijl. Vanaf 4 uur zo ben ik zelf ook daar morgen. En daar is mevrouw Jennifer Simons en haar crew. Van hieruit wil ik gewoon spelbrekers zeggen om thuis te blijven. Kom met een mooie vibe morgen. Inloop is vanaf 4 uur, 3 uur, 4 uur. Laten we haar gewoon ontvangen. Laat zij ons niet ontvangen. Het is leuk als ze daar komt en wij ontvangen haar als onze gast. Rotterdammers, het is aan ons nu om daar op tijd te zijn. De flyer die is op mijn wall. Dus dan wil ik jullie gewoon vragen als jullie daar lekker op tijd kunnen zijn. Dus ik wil jullie groeten. Goedenavond iedereen. Morgen gaat het lekker weer ontspannen zijn. Dag mevrouw Joan. Helen. Jermaine Isaias. Iedereen. We zijn met ons alle één familie daar. En laten we het gezellig maken. Mevrouw Jennifer Simons is voor ons. Surinamers. En laten wij die warmte geven en de aandacht geven. Want het zal heel leuk zijn dat zij geïnspireerd terugkeert met haar crew richting Suriname. Want je hoort een paar mensen praten op Facebook. Vooral die man van 1660. Waar ik nog wat wisselgeld van hem moet krijgen. En ja, we willen een vrouw. Wat? Luister dan. De mannen zijn rovers toch? En de mannen is altijd geweest dat ze hebben gezegd dat deze wereld een mannenwereld is. Maar de vrouwen zetten de kinderen op aarde. Ja? Die vrouwen moesten altijd achter een gordijn zijn of in de keuken zijn. Maar waarom kunnen we niet een vrouw in Suriname hebben? Kijk wat er in Amerika gebeurt. Duitsland was de eerste die het voorbeeld heeft gegeven dat een vrouw degelijk een goede aanwinst kan zijn voor een land. En dat een vrouw de koers kan bepalen en daarmee moeten we het gaan dealen. Laten we Suriname uiteindelijk een vrouw geven. Die mannen, als we in de geschiedenis kijken van het leertraject en het leestraject van de mannen. Ik moet het even gelijk zeggen dat ik de mannen niet tekort doe of tekort wil doen, maar het staat er. Het leertraject en het leestraject en het traject van volharding en doorbeten ligt bij de vrouw. Ik ben ook een man. Ja. Het ligt bij de vrouw. Een vrouw kan door alle omstandigheden een huishouding in stand houden. Maar wij mannen, we dulden geen tegenspraak van een vrouw. Vooral de mannen van vroeger. Een vrouw moet niet te veel praten. Maar een vrouw die heeft evenveel recht. En daarom zeg ik, het leertraject, als we het leertraject gaan bewandelen van de gestudeerde mannen, dan zijn we vaak op straat meer gestudeerd dan
in de schoolbanken. Of de vrouwen die zitten tot het laatst door om een klein stukje papier van waardering te krijgen. En vroeger was het zo dat de vrouw niet mocht gaan studeren van haar man, omdat ze te wees zou zijn. Ja, de vrouw die werd altijd tegengehouden om zichzelf te ontwikkelen. En ik ben blij dat er een vrouw kan komen die weet waar de schoen knelt. Laten wij als mannen een vrouw ondersteunen, want de mannen die in de politiek gaan zijn vaak jagers. En omdat ze jagers zijn, denken ze dat ze sterk zijn. Nee. Want de mannen gaan met spierballen, maar de vrouwen gaan met tactiek. Soms moet je twee dingen in je leven hebben om als man te kunnen functioneren. De belevenis van een vrouw moet je ook in je mee kunnen nemen. Maar gezien wij al jaar in jaar uit bezig zijn, dan zie je dat de mannen de vrouwen minder waarderen als zij een scherpe mening hebben. Dan vinden ze dat de vrouwen een grote BEK hebben. Nee, de vrouw die heeft geen grote BEK. Ze heeft vaak altijd gelijk. En daar konden de mannen vroeger niet tegenop. Dan werd de vrouw geslept. Ja. En doordat de vrouwen uiteindelijk hebben gezegd, toen was het in Suriname, gaven ze biggies mascoro. Daar zelf mochten de vrouwen niet naartoe gaan. Want de vrouw die zou thuis weer wel inspraak willen hebben in alle andere zaken. Dus zou slim zijn. En als wij goed kijken naar de statistieken die ik zelf ben gaan kijken, dan zie je dat de vrouw doorgaat tot het bittere eind. Hoe vaak zijn er mannen die zeggen, na deze opleiding ga ik nog één erbij. Hoeveel zijn er? Ik kan mijzelf in de gradatie zetten. Ik heb er totaal bijna 12 certificaten en een paar nog meer op zak. Een zwager van me vroeg mij, toen hij uit Suriname kwam laatst, Swa, wat ga je met al die papieren doen? Omdat een vrouw heeft altijd gezegd, ik wil niet op één paard wedden. En een vrouw heeft nooit op één paard gewed. Maar de man wedde altijd op één paard. En zolang dat paard zijn poten niet kapot waren, sprong hij niet op een andere paard. En vrouwen zijn de beste schakers ter wereld. Wanneer het gaat over schaken. We hebben de mannen, hebben we sowieso nodig om een vrouw te poweren. Ja, een vrouw heeft sowieso een man nodig om, een man heeft sowieso een vrouw nodig om zich te poweren, omgekeerd ook. Maar vaak zeggen ze, achter een zwakke man staat een sterke vrouw. Dan waarom kan het niet zo zijn dat achter een zwakke vrouw een sterke man kan gaan staan? Of omgekeerd, achter een sterke man staat er een sterke vrouw. Waarom kan het niet zo zijn dat achter een sterke vrouw ook een sterke man kan staan? Ja. Suriname heeft een andere wind nodig. En niet een wind waar ik hoor, waar mensen zeggen, if Amanda Notron president, Akba Gisranama, Giblakama. Nou, in Suriname is het zo dat wij na de onafhankelijkheid
was het wij die de leiding hadden in het land. Blakke man. En dan kan ik me niet voorstellen dat in 2024 wij nog steeds het verschil niet kunnen zien dat die geluk in deze moderne tijd er scholing aanwezig is. Geen natte vingerwerk. Ja. Geen natte vingerwerk. Want heb je natte vingerwerk, dan krijgen we chaos. Ja, krijgen we chaos. Mensen die goed geschoold zijn, praten stomme dingen bij bepaalde radiostations. Het is het ondergang. Iemand die het land niet uit kan gaan, is ondergang, is finesse. Is finesse voor ontwikkeling. Iemand die zichzelf niet kan beheersen, is finesse voor ontwikkeling. Dingen rondom je huis doen met Biggie Powa is geen probleem. Maar wanneer we moeten praten en schaken met grote organisaties, daar komt het. Dan zijn wij nog steeds 10 jaar verder. Ik zeg daarom, er gaan alleen maar een partij zijn waar alle bevolkingsgroepen daadwerkelijk verweven zijn. Kan Suriname tot een grotere hoogte brengen. Een partij waar één kleur, de scepter white, zal Suriname doen kantelen. En dat kunnen we niet snappen. Als het zo gaat zijn, waar ik nu voor waarschuw, vandaag is 12 oktober, zitten voor 13 oktober. Als er weer een politieke partij komt dat schijn is, want je hoort het al, na Blakaman moest Didisi, want dat die ben deso, Bravo moest erop pres, want na Blakaman Juru. Het is 2024, een andere Juru, het is bij VAP. Wat gaan we 2025 krijgen? Willen we chaos? Willen we verdere spanning? Mensen vechten voor hun eigen zak. Je hoort ze zeggen, mi ego gi misrefi nanga gi trasma. Ze zeggen niet, mi ego gi alasma. Eerste plaats misrefi, foute instelling. Hoe ik hier ben, ja, als mij gevraagd wordt wat jouw aandeel zal zijn voor Suriname, waarin ben jij sterk om onze Surinaamse gemeenschap te helpen of samen het werk te doen, dan zeg ik, ik ben goed in goot graven. Geef mij maar die schip om een goot te scheppen. Maar ga mij niet een, ik heb ervaring in een schip. Maar ga mij niet zetten met een, op een ministerpost met een schip op mijn schouder. Aan Oroko. En dan ga ik daar niet gaan zitten. Ja. Om voor mezelf. Gevaarlijke mensen zijn nu bezig. Ze spreken zichzelf tegen. En wanneer je jezelf tegenspreekt en er zijn een paar mensen die erachteraan huppelen met geel-zwarte haartjes, mag, je huppelt erachter, maar je zal er spijt van krijgen. Omdat wanneer die persoon daar is en hij heeft nooit iets gehad voor zichzelf, laat staan een speld of laat staan een microfoon, gaat hij eerst voor zichzelf.
wie nooit een zo waar als een tandenstokerfabriek zou hebben gezet in het land, zal nooit voor ons allen zijn. Zal altijd voor zichzelf zijn. En ABAP gooit zijn partij open. VAP verandert van naam. Is allemaal goed, is niet slecht. Maar wat is de intentie? Vanaf begin had je het moeten doen. Niet wanneer je zielen wil winnen om aan de macht te komen. VAP heeft het gedaan. En dat is een foute stelling. En er zijn mensen die huppelen als makkelammetjes erachteraan. En daar gaan wij. We moeten die fout niet maken 2025. Daarom heeft Desiree de Laan ook Boutersen gezegd, er moet van alles zijn, maar ze kopiëren, maar ze weten niet wat het betekent dat er van alle bevolkingsgroepen vertegenwoordigd moeten zijn. In deze regering zijn er alle bevolkingsgroepen vertegenwoordigd, maar er is maar één die de scepter waait. Daarom heeft Boutersen gezegd, van elke geslacht en van elke bevolkingsgroep moet er één aanwezig zijn. Of twee, of drie, of vier. Reden waarom? Dan zijn we massaal daar om te werken. Maar er gaat een schuiving plaatsvinden. Mensen gooien hun deuren open, kom maar. En daar gaat het slagveld beginnen. En in NDP alleen zijn alle bevolkingsgroepen verdubbeld vertegenwoordigd. Verdubbeld vertegenwoordigd. Omdat men in die andere partijen inhaalslagen wil slaan, wil maken. Inhaalslagen wil maken. Wil je inhaalslagen maken? Dan gaat het op een toer. Want wie het minst heeft, die zal bij degene gaan die het meest heeft. Dit heeft zich al lang voltrokken toen de NPS aan de macht was. Hebben alle zwakke geslachten in het land Suriname wapens gekregen van Poenwassi. Donkere mensen kregen geen wapenvergunning, ondanks dat ze met een groot grond waren waar ze koeien hadden, schapen hadden, noem maar op. Landbouw, groot landbouw. Want we moesten de tijgers met onze vuisten neerslaan. Maar de rest werd bewapend. We moeten voor deze dingen uitkijken. Deze dingen zien jullie niet. Jullie moeten proberen te zien achter de coulissen van iemand hoe hij zich gedraagt, maar het niet meent met de rest. Ik heb met bepaalde mensen gesproken die ook vanuit het binnenland komen. Ik ga niet zeggen van welke gradatie ze komen, want dat moeten ze zelf uiten. Maar ze komen uit een bepaalde gradatie. En zij zelf zeggen, aan no roko, wat we're viering. Asansa is zitten no de, tak is my kon zogenaamd nou een bepaalde partij, na spanning, ontploffing. Sneeze kon de teki grong chargwe, de kon de teki go to chargwe. Alla de goede kwa buitenland. One day I'll stop, one day I'll go to the morgen. Wat blijft er achter? Een verzadigd grond met gif. Net als bij Paranam. Toen Siralco en Billington zijn weggegaan, liggen er grote kraters daar. Om jezelf te overtuigen, ga richting Paranam. Dan zie je langs de weg grote holpakbanden. Die gezet zijn langs de weg tegen een weg aan. Dat betekent dat je die weg niet mag ingaan.
zit er heel veel chemicaliën onder de grond verstopt. Dan moet je kijken dat er daar niet zoveel bos is. En dat is er wat er gaat gebeuren wanneer die goudaders zijn, er niet meer zijn. Dan zijn de leefgebieden van de mensen kapot. Wie maakt die leefgebieden van de mensen kapot? Maar we huppelen wel erachteraan. We huppelen als lamme makketjes erachteraan. En we accepteren en we zeggen ja, amaboom. Jee, amaboom. Anaboom. Want nu is hij goed omdat je kan eten. Maar morgen ben je niet meer goed, want je hebt geen plek om te leven. En dan ga je zien hoeveel mensen boven Suriname misvormde kinderen zullen krijgen of kortere levensduur zullen hebben. Voorzien ik ben aan jouw anjumara. Maar nou nodig jouw anjumara en jouw zo kwik. Toch? En ik zeg niet dat er geen fouten gemaakt zijn in die vorige regering, maar deze vrouw die weet waarover ze praat. Ik heb een boek van haar gekregen van mevrouw Joan. En mijn mond viel open wat mevrouw Jennifer Simons vertelde. En heel veel mensen waren tegen die brug. Zij gaf aan, duidelijk aan, hoe breed ze het heeft gezien. Want ze zat ook zelf op die veer als jong meisje toen ze in Ikeri moest werken. En ik heb zelf op die veer gezeten. Toen die veer richting de Koppenamepunt naar de zee afdreefde op water toen die motor kapot was. We waren bijna gekapseist. Ik heb meegemaakt toen er een vrachtwagen met gasflessen, ze noemen het in Suriname gasbom, maar het is een gasfles, in de Koppename rivier van die veerboot afviel. Ik heb het meegemaakt. Ik heb 2 dagen op de Koppenamepunt geslapen voordat ik Paramaribo kon bereiken. Dankzij deze Nationale Democratische Partij is de binding met Paramaribo versneld. Omdat Desiree de Ranoboot en zijn NDP zag dat de ontwikkeling beter kon om Paramaribo te bereiken. En dat het beter kon om Paramaribo te bereiken, hadden we die veerboot niet meer nodig. Heel veel mensen gingen tegen de brug over de Suriname rivier naar Komowijnen. Want die boothouders die gaan geen geld meer verdienen. Maar dat is geen snelle ontwikkeling. Maar diezelfde mensen die zeiden van we gaan brood met brug eten, hebben wij een bos van daar weggestoten of geslagen. Maar ze gebruiken nu diezelfde brug. En het is geen brood met brug meer. Huh? Waarom zwemmen ze niet naar de overkant? Altijd wanneer de Nationale Democratische Partij bezig is met ontwikkeling voor de Surinamers, komen ze met fake berichten. En wanneer ze met die fake berichten komen, dan leren ze ons om het nog te geloven. Maar ik heb het nooit geloofd, omdat ik altijd ben gaan kijken. Toen NDP bezig was met het ontsluiten van het binnenland, was VAP en NPS bezig met die bruggen. En die bruggen vielen gewoon toen een vlieg tegen die brug is aangevlogen. Een vlieg, hè mensen, is die brug neergestort. Die brug is gemaakt met rond 10. Wie stort nou in hemelsnaam een brug met rond 10? Als je een brug maakt, moet het rond 20 zijn naar boven. Brug is gevallen doordat er een vlieg tegenaan is gevlogen. Bouterse heeft die brug opnieuw gemaakt, maar via de andere kant van roestvrij staal, regering Bouterse. Iedereen was er tegen om het binnenland te ontsluiten. Iedereen. De hele oppositie was er tegen.
Die highway snelweg, ze waren er tegen. Maar wanneer je ontwikkeling in een land wil brengen en naar jouw mensen, moet je het land ontsluiten. Ontsluit je een land niet, kan je geen ontwikkeling brengen. En PSI, die wegen geasfalteerd, ja. Maar ze hebben geen nooit ontsluiting gebracht. Nooit. Rusland had gezegd, ze hebben ontsluiting gebracht in de lucht. Wel, sinds wanneer is er een luchtruim ontsloten? Of is er een luchtruim gesloten? Al die vliegtuigen met heel veel van de binnenlandsbewoners zijn neergestort. Dus welke luchtruim heb je ontsloten? En je ontsluiten, want aan je bij een vliegtuig. En Bluewings viel bij de vliet met die mensen. Dus wat moet je doen? Zorgen dat die mensen ook een auto kunnen aanschaffen. Ontsluit het land. En daarvoor is de Nationale Democratische Partij gekozen om Suriname te ontsluiten. Om hulp naar de mensen, zodat de mensen ook sneller en ook mee kunnen doen met de modernisering van het land. Maar ze hebben de mensen jaar in jaar uit in levensgevaar gezet. Ja, in levensgevaar hebben ze gezet, Suriname gezet. De Surinamers gezet. Weet je hoeveel familieleden huilen en nog steeds huilen omdat was de crash in Bluewings. Jullie weten nog die periodes hoeveel Bluewings neerstorten in het binnenland. Met de mensen van het binnenland met hun gewassen om naar Paramaribo te komen. Hoeveel mensen zijn onderweg in een boot gestorven? Hoeveel? Ik zal jullie wat vertellen. Ik heb een familie, ik was op vakantie in Saramaka, Groningen. Bij een broer van mij. En ook kwamen van Paramaribo. Toen zagen we een huis in vuur en vlam. Ja. Vlak voordat je het commissariaat kreeg. En ik zag mensen schreeuwen er en dan zijn we uitgestapt. Ik was een van diegenen die in dat huis ben gegaan. Dat huis is in vuur en vlam. Kortsluiting boven. We kunnen branddoorslag krijgen. Branddoorslag is wanneer de vloer gebrand is. Slaat het naar beneden, branddoorslag. En dan kon je brandoverslag krijgen naar de buren. Heb ik die gas, er waren twee gasflessen. Één kleine, één grote. Ik heb die hele grote van die 120 lips. Heb ik naar buiten geschouwd, alleen buiten gezet. We begonnen dat huis met water, emmerwaters, nat te maken. Zodat die mensen hun huis niet konden verliezen. Groningen had geen brandweerwagen. Dat was het onder de tijd van de NPS. Moest er een brandweerwagen helemaal uit Coroni komen. Voordat die brandweerwagen in Groningen was, was het huis afgebrand. We hebben wel die buren kunnen redden. En dan zie je een andere buurman met een tuinslang. Die dag is die brandweerwagen nooit meer uit Groningen vertrokken. Want de mensen in Groningen hebben die brandweerwagen gekaapt. Dankzij Nationale Democratische Partij zijn er brandweerwagens daar gekomen. Wat komt men zeggen? Dat zijn die dingen die wij als Surinamers moeten zien. En als we ontevreden zijn, dan moeten we het kenbaar maken. Maar we moeten niet huppelen achter politieke partijen die komen. Want ik had het ook eerder gezegd, politieke partijen die komen van we gooien deuren open voor iedereen. Is fake. Als je nooit je deur eerder hebt open gegooid en je gooit het nu open, is fake. Is fake, is oorlog. Want wat gebeurt er? De mensen die Bouterse in periode 1 hebben omhelst. Om te zeggen dat hij een goede president is, zijn nu bij de VAP, na Bouterse 2. En diezelfde mensen verplaatsen zich als parasieten. Luister goed, ze komen niet naar de NDP, hè? Omdat mevrouw Simons daar is. Mevrouw Simons kunnen ze niet gaan paaien. Daarom zeggen ze, een vrouw moet niet komen. Daarom zijn ze er tegen. Ze kunnen haar niet paaien.
Ze zeggen als je de kind, als je de moeder wil ennen, moet je dat kind paaien. Maar ze kunnen ons niet meer paaien. Dus dan schakelen, dan steken ze over naar de zwakste partij. Dat is heel zwak. Daar steken ze naartoe over om daar verder te gaan graaien. En die laat het gebeuren. Want als er nu op dit moment zoveel goud uit het binnenland vertrekt. Chinezen gaan weg met goud. Dat gaat weg met goud. Dat gaat weg met hout. Ja. Hoe krijgen we het recht? Hoe krijgen we het recht? Ik wil niet huppelen achter mensen die dingen roepen. Of mensen die dingen uit de lucht grepen. Omdat het zo mooi moet zijn. Ik ben niet media. Ja. Ik hoef mezelf niet sterk te maken. Ik hoef niet te komen met dingen die eigenlijk niet gaan resulteren. Maar je hoort ze zeggen toch. Megogi misrefi toe. Fout. Je laat je eigen ik zien. Mi familia. Ik heb alles wat ik wil. Alles wat ik wil. Het enige wat ik wil, dat Surinamers niet meer het land moeten uitvluchten. Wat ik wil, is dat Surinamers thuis moeten kunnen blijven. Want Europa is not that easy. Maar je kan mensen niet kwalijk nemen als het daar niet gaat. Je kan ze niet kwalijk nemen als ze de toevlucht zoeken naar Europa voor een beter leven. Wie wil geen beter leven hebben? Wie wil niet een gezondheidszorg hebben? Wie wil dat niet hebben? Wie wil niet elke dag eten wat hij of zij wil? Het is nu een mode geworden. En dat doet mij pijn. Dat Surinaamse vrouwen uit Suriname moeten vertrekken. En dan maakt het ze niet uit welke man ze aan de haak slaan. Kumba Sweri. Krijg een kind om een papier hier te krijgen. Het is toch verschrikkelijk. Dat wij zo ver gezonken zijn door mede te doen van een stelletje ezels daar in het land. Een stelletje chaprahasen daar in het land. Wij verliezen onze moraal. Daarom, ja, bij wat masakataki wel, luku, want die zijn si jaso en we praten na fasifa moest praten. Daarom was ik heel erg blij wat ze zei. En ze heeft meneer Ebu Jones als een voorbeeld genomen. Om saptak, ano player, ano play. En dat willen bepaalde mensen niet. Dat willen bepaalde mensen niet. Mensen zijn bang dat hij a isri ano disi uno maseki. Ik denk een beetje na achter de coulissen. Soms gaan mensen zeggen, ja, je zegt misschien dingen die je weet. Nee, maar ik denk ver na. Deze evolutie die plaatsvindt in de Nationale Democratische Partij, dat mevrouw Simons voorzitter moet worden, is een werk van boven. Maar niet een werk waar iemand al jaren schreeuwt dat die meneer niet deugt. Dat is het, en niet zo is het een werk van boven. Ik weet niet welke messias jij beleidt. Maar na Messias samen beleid. Is niet die Messias die wij samen beleiden. Dan heb je een goede ommekeer nodig.
En wanneer je een goede ommekeer nodig hebt, dan moet je niet schrikken dat wanneer je aan de kantlijn gaat staan, dan ga je jezelf zien voorbij gaan. Geloof me. Suriname krijgt deze laatste kans, niet die kans die andere mensen zeggen, als hij het niet wordt. Hij heeft de kans gekregen om zichzelf allang te laten profileren of te bewijzen in de gemeenschap dat hij werkelijk een leider is. Hij heeft het niet gepakt. En als je het niet gepakt hebt, men zegt pak je kansen. Maar pak die kansen die alleen maar voor jou voordelig zijn. Maar pak de kansen als je leider bent die voor een ieder voordelig zijn. Maar pak niet de kansen alleen voor jezelf. Ik, als ik die kans had, die deze man had, dan had ik een village gebouwd. Daarom zeg ik, wanneer je gaat lezen, moet je niet alleen maar een stripverhaal lezen. Maar stripverhalen zijn ook werkelijke verhalen. Maar je moet de daadwerkelijke verhalen gaan lezen als je jezelf onschendbaar of onmisbaar wil maken in een samenleving. Dan moet je niet op een podium gaan staan. Soma wani no no de wan. Wan dusum dala. Soma wani no de wan dala. Soma wani no de 100 US. Dat zijn vernederingen. Dus je vernedert iemand als een leider. Je helpt die persoon niet. Maar als je die persoon wil helpen, dan neem ik altijd een voorbeeld naar Pablo Escobar. Tot nu toe wordt er geld van hem gevonden. Maar Pablo Escobar heeft in Medellin een hele stad gebouwd. Dat de regering niet eens om hem heen kon. Want hij had iedereen, alle arme mensen, heeft hij een vastigheid gegeven. Wilde je een vastigheid hebben, had je de kans gekregen om een village te bouwen. Niet individuele mensen wat geven. Niet iemand een zinkplaat geven. Niet iemand een dollar geven. Niet iemand een ticket betalen voor een ziekenhuis kosten. Nee, je had een village moeten bouwen en die mensen werk gegeven. En Pablo Escobar heeft dat wel geïnitieerd. En het volk heeft hem beschermd. Dat niemand hem kon vinden, maar op zijn pech, voor zijn pech, was daar zijn noodlot. Maar mensen kijken nog steeds terug van dit, ik word hier niet nat. Suriname kent het probleem van huishoudens met 10 mensen in een huis. Zoon neemt een vriendin. Iedereen heeft zijn lusten en wensen en gevoelens. Komt met mama en papa wonen. Met zijn vrouw. Dat zijn dingen waar we af van moeten kunnen stappen. En wanneer Boutersen deze dingen zei, waarom hebben ze het niet opgenomen? Het enige wat ze zeggen, gezondheidszorg, scholing, bus. Dat is dat alleen maar een basisbehoefte? Is dat alleen maar de wens van een normale burger? Een wens van een normale burger is ook eigen privacy. Want Bouters heeft het afgekeken van Nederland, maar wat is er gebeurd? Ze hebben het nooit ondersteund. Waarom kan het niet ondersteund worden? En er zijn mensen die er tegen zijn, omdat die mensen hier niet ontwikkeld zijn. Omdat de man gewend aan bosu. Ga je wat zeggen? Ik leerde een dame kennen. Ooit. En
Toen ik thuis bij de zag, ging bij de moeder, zag ik zoveel mensen. Heel weekend dat onze span. Onze span, ik was dronk. Ze mij bel af en aan. Ze vond me leuk meteen, dat ik mijn arkino. Als mama je moest liever. Nou, maar ik kon bel naar door zo, maar prim. Dat is op zat tegen me. Dat mama je nog maar liever met dat. Dada, bye bye, twice white, choke me weg. Pum. Famis don jij mijn woonkamer? Nou, mama ne kon bel me door. Mijn zwerg is nog maar een kompel met door. Mijn naam Mati. Familie is er even naar bel. Mijn naam is er bij dat ik tegen een wat ododi. Nog bouw je ons als die passie. Daarom maak ik de fara. In een consumer dat je kompel aan. Prim, ai. Mijn kong, ai, zei boli. Ai, brim. Nee, dat werkt niet. Daarom wil de bouten ze creëren dat een ieder zijn eigen plek heeft. Maar zij met de mannen zitten, maar roof den grong, nou, uno lekstra na man, moest bij grong in uw egi kondre. Un bij grong in uw egi kondre, uw egi doti, un bij fu ukan, uka libi. Je is een man die ik moppe uit het buitenland kom. Sawan kon libi in strana moest bij, moest juro na uno wij zijn rijk. Maar onze politicus, als deze mensen die voor een televisiebuis gaan zitten, hebben het overgenomen en zij pinaren het volk. Hoe kunnen Surinamers aan de grond in Suriname een perceel kopen? Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Waarvan Suriname bestond uit, als ik het goed heb, neem me niet kwalijk, misschien heb ik het mis, 500 plantages. Heel Suriname was een plantage. Ja. Heel Suriname was een plantage. Van waar leidt het woord Paramaribo af van para? Heel Suriname was een plantage. Slavenplantage. Mensen hebben bepaalde plantages van die mensen van die Oranje Partij hebben ze geoccupeerd. En tot nu zijn die percelen in beslag genomen. Omdat ze valse papieren hebben gemaakt in de tijd onder leiding in combinatie met die drie eerste partijen van het land van Suriname. 78 jaar. Wij hebben een groot plantage aan de Saramaka rivier. Ze wilden het zelf ook gaan occuperen. Maar het is dan niet gelukt. Omdat het een allodiaal eigendom is. Het is afgegeven van Willem II de derde. Aan mijn overgroot opa. Dat zelf wilden ze gaan pakken. Het is dan niet gelukt. Dus hoe kan het zo zijn dat wij in ons eigen land nog steeds moeten zoeken naar een plek? Dat we nog steeds we moeten zelf ons eigen grond kopen. Als wij als Surinamers naar het buitenland gaan, moeten we huren. En dan, we kunnen ook, dan gaan we kopen. Want we hebben die van ons achtergelaten vanwege die van deze mannen in het land. Dus wanneer er buitenlanders komen in Suriname, die moeten kopen. En bij wie moeten ze kopen? Ze moeten bij ons kopen of bij de staat kopen. Maar alles heeft de staat afgegeven aan een select groepje. Of mannen die in de top van de politie zitten, die twee petten op hebben, die in een groene partij zitten. Twee petten op, je bent politicus en je bent vakbondsleider en je bent ook nog onroerend goedhandelaar. Na drie petten allemaal weer. Hoe wil jij Suriname changen? Mensen gaan
in de politiek om zichzelf te beschermen. En daarom heb ik je niet taki. Unom rieke tak wo kon sik billetje. En ik ben eens met haar. Wie is dan meer sik billen? Dat meka sik en kwam. Meka sik en met me dat hij me taki. Pas op, want je fout. Wo je doet zo'n sanneboom. Dan moet ik toch op die blaren zitten. Uiteindelijk moeten we zeggen, er moet iemand zijn die zegt, tot hier en niet verder. En wie het wil accepteren of wie het niet wil accepteren, I don't give a damn. Ik lees even mee hoor. Yes, Iwan Fawa Kami Brada. Suzy King. Ja. Ik ga even mijn andere telefoon even zo zetten. Dan kan ik meelezen. Dus. Wanneer wij. Samen. Hier zijn. In Europa. En ook in Suriname. Dan schaam ik mij dat. Je ziet. Als je online gaat, hè. Toets maar in een Ravish Villa Park. Toets maar in Ravish Villa Park. Perceel te koop. €260.000. €260.000. Verdienen we euro's in Suriname. Dat is één. Je gaat naar je werk. Betaalt je werkgever jou. In euro's uit de SRT. Hoe kan een Surinamer in godsnaam een perceel gaan kopen? Wanneer je in Suriname 50 jaar bent, wil de bank niet meer met je dealen in Suriname. De bank dealt met je tot je 40ste. Tegen door 50, 51 wil de bank niets meer van je weten qua lening. Want ze zeggen je kan ziek worden. En daarna kan je doodgaan. Dus dan krijgen ze hun geld niet terug. De bank in Suriname heeft zijn eigen geld niet, de banken. Ze hebben gelden van die grote mafiosis die ze verder mee lenen. En geld verdienen en percentages. Dat kan, dat mag. Maar als je 50 jaar bent, je neemt een lening morgen naar Suriname. Hoe gaat iemand die 50 is naar 60 dan een perceel kopen voor zichzelf? Onder deze situaties. En dan zit eentje daar. Ik schaam me enorm wanneer je succes wil boeken. Door onsamenhangende uitspraken te doen. Want je gaat het ventileren. En wanneer je het ventileert, dan denk je van, boy, je had je liever verder kunnen schoppen. Want als je zoveel diploma's hebt en zoveel ervaring hebt in het leven, dan had je niet de politiek in moeten gaan. Om daar je kans te krijgen. Dat betekent van, wat raadet je, ja? En if wat raadet je, ja, so dat betekent van, dat Yusuf nou op hoop die Yusuf. Je moest maar creëren. Maar wat het nu blijkt van buiten is niet wat het is van binnen hoor. Ik scheld niemand uit, maar ik zeg alleen maar van, er zijn mensen, er zijn gelukzoekers en die gelukzoekers moeten jullie niet achterlopen.
Niemand is een dreiging voor mij. Als hij iets wil doen met politiek, maar doe het goed. Ga geen domme dingen roepen. Want je baseert jezelf. Je baseert jezelf. Kijk, als Surinamers allemaal een bezigheid hadden en goed verdienden, zouden ze niet naar die dingen luisteren. Zouden ze geen memes van je maken. Maar die mensen verdienen niet goed. Die mensen hebben geen baan. Die mensen hebben geen zekerheid. De mensen zoeken een zekerheid. Dan moet die zekerheid al vanaf jaren al aanwezig zijn of zichtbaar zijn. Maar laten ze me vertellen, al die politieke partijen die zijn gekomen, wat voor zichtbare ontwikkeling ze hebben gebracht. Niks. Enigste waarmee ze bezig waren is Boutersen op te ruimen. Boutersen moet opgesloten worden. Boutersen moet dit. Boutersen moet dat. Boutersen. Dus wanneer ze aan het eten waren, naar Boutersen. Wanneer ze aan het poepen waren, naar Boutersen. Wanneer ze aan het slapen waren, naar Boutersen. Wanneer ze plassen, naar Boutersen. Wanneer ze... Alles wat ze deden is Boutersen. Was het niets anders in het land? Dan kan ik nog tot nu toe niet snappen dat de bevolking van Suriname zo achterlijk denkt. Of nog steeds niet kan zien. Dat boy. En een Boutersen, ja. Ze maken misbruik van jullie intelligentie. Ze maken misbruik van jullie capaciteit. Ze maken misbruik van... Omdat jullie niet beter weten of wie of ingelicht zijn. Daar maken ze misbruik van. En daar zijn ze goed in. Natuurlijk, Susie King. Daar heb je gelijk in. Goedenavond, Wilhelmina. Lisdek. Alleen maar tegen Boutersen. Alleen maar tegen Boutersen. En tussentijd doen ze niets met het land. Ze verzieken het volk. Ze hebben het volk verziekt. En zichzelf verrijkt. En nu strooien ze met geld. Ze hebben alles vergaard voor zichzelf. En nu strooien ze met geld. Dan wil je zeggen dat een man moest erop president. Jongens toch. De biggest mataki, alas maar wan winti. En tijdien wan bere, je hebt wan bere winti. Of je hebt wan aisa, of wan ede winti. A ede winti na fa bere, dat betekent asma di aba ede winti. Am sorgu de sma di ding na bere. En if in ap ede winti na yu, dat je hebt wan yorkan oso wan bakru. Te yu apwa ede winti. Dat betekent dat yu defu chat abere. Fu sorgu taki desmain abere nepina. Efi sap koti spikri sap kot luku im sorga abere. Anof yu wakai play gangster. No so kumota yu ra guawan tra wan gogos don. Of a gogos don a wan bon godai luku sa ipsa. Te wan sueri de, te ya wan sueli. Ano fi me grapa nga sueli. Want te ye luku yu srefi wan. Ine pot trawa na fasi pedem de. De yo f***. Lea, je hebt gelijk. Maar soms maar, er zijn mensen die... De mensen, kijk, het Surinaamse gemeenschap is in een coïncie gezet.
En niet het onafhankelijke, maar het afhankelijke. Ze zijn afhankelijk van. En dat is een, men noemt dat een klinische term, psychopathie. Ze zijn in een band van een psychopaat. Ja. Het is een klinische term. Klinisch is ziek. Dat klinisch betekent kliniek. Toch? En die mannen die dat soort dingen doen, of vrouwen, dat betekent dat zij een psychopaat zijn. En dat is psychopathie. En psychopathie zie je in alle tweeledes van het land. Mensen die geen gevoel hebben voor een ander. Die doen alsof ze van je houden, maar ze houden niet van je. Ze doen of ze het met je menen, maar ze menen het niet met je. En ze krijgen je zo ver dat je zelf voor ze wil gaan liggen, dat ze over je lopen. En wanneer ze over je hebben gelopen, dan zien ze je niet meer staan. Nou, Bouter, ze heeft sowieso moeite gedaan. Wilhelmina, oh, wat je zegt, dat klopt ook. Bouter, ze heeft sowieso moeite gedaan. Maar ze hebben al die tijd het Surinaams volk geprobeerd achter te houden om geen scholing te hebben of ontwikkeling te hebben. Om te weten wat deze klinische termen zijn. Vraag de gemiddelde die de schoolbanken niet hebben bezocht. Of halverwege hebben moeten laten. Jullie weten nog, SAP-periode. Zijn er heel veel kinderen niet naar school gegaan. Die nu in deze categorie zitten van 50 jaar. Omdat ze thuis een financiële bijdrage moesten doen. Omdat mama het niet alleen kon. Want papa had zijn rits opengelaten en die vogel van papa is weggevlogen. Nee, mocht ik het anders zeggen. Die vogel van papa is weggeronnen. Begrijp je? Die vogel van papa is weggeronnen. Een Bouterse syndroom hadden ze in het land. En tot nu toe zo hebben ze die Bouterse syndroom. Nu is Bouterse weg toch? Hebben ze nu? Welke syndroom hebben ze? Pina syndroom. Ze zijn allemaal meneer Pina's en mevrouw Pina's geworden. Omdat men wilde niet dat Bouterse het volk samen met alle andere mensen uit het probleem moest halen. Als Bouterse een dictator was, was hij nog steeds daar hoor. Kijk maar naar Poetin. Dus wij zijn wel naar voren. Hij die gaat helemaal stukken. Ze zijn psychopaten en vraag heel veel van die mensen wie een psychopaat is. Wie is een psychopaat, wie is een piraan? Een psychopaat is iemand die je dingen geeft. En als je niet meer wil doen wat hij zegt, laat hij jou opruimen. En een psychopaat, die heeft hele mooie woorden. Die komt in mooie kleding. Helemaal getogen, net alsof hij God is. En daarmee, als jij zwak voor bent, word je zwaar beïnvloed. En dan ga je er mee. En dat is hier zich gedateerd. Al vanaf de periode van Mozes en die goden en die koningen die we hebben gehad. Want we moesten daarin geloven. Ze hebben ons laten staren op de Bijbel. Ze hebben ons laten staren naar die dingen waarvan die man beroof. En dat zijn psychopaten. Psychopaten zitten ook in de kerk. Met een microfoon.
Mensen slaan, dat is mijn sekkie zomaar. Boe. Begrijp je? Dus. Nederland zal nooit respect hebben. Ze hebben nooit respect gehad. Suriname was nog zo erg dat Surinamers stellig geloofden wanneer ze een bakken in Suriname zagen komen. Je kent dat lied nog toch? Wat ze ons leerden op school. Makok, makok, makokketje. Wat heb je voor ons meegebracht? Je komt uit verre landen. Dat zongen ze voor die blanken toen ze in Suriname kwamen. Dat zongen ze voor Beatrix en Wilhelmina toen ze in Suriname kwamen. Makok, makok, makokketje. Wat heb je voor ons meegebracht? Makokketje, je komt uit verre landen. Ze hebben ons altijd geleerd om te bedelen. Wij moesten altijd geven, we waren bedelaars. Ze hebben ons altijd gezet om te bedelen. Ze hebben ons nooit geleerd om zelfstandig te kunnen zijn. Die zelfstandigheid hebben ze niet ingebracht. En dan was het alleen maar een Bouterse syndroom. Bouterse dit, Bouterse dat. Bouterse dit, Bouterse dat. Die moet verdwijnen van het toneel. En dan hebben ze één spreekwoord aan het volk geleerd. De militairen hebben het geld gestolen. De militairen hebben dat gedaan. Nou, dan waren liever die militairen nog steeds aan de macht hoor. Daar had ik twee keer een billenpees gekregen. Om te weten dat ik niet dat ik recht moet lopen. En niet schuin, scheve schaatsen moet rijden. Maar nu zitten ze daar met een verziekt volk. Helemaal verziekt. We moeten nog twee generaties gaan alvorens Suriname weer normaal kan zijn. Nog twee generaties. Zelfs misschien nog vier. Maar dan ben ik niet meer in leven. Dan ben jij ook niet meer in leven. Goedenavond. Murana. Dus. Ik weet niet hoe ik. Het moet. Vertellen. Dat omus kenki u denki. Omus kenki u denki. Toen nog kenki u denki. De wakabaka wama sai taki. Kom, ik hou mijn hand open voor je. En kom uit mijn hand eten. Ik had een mooie film gezien. Tijdens de coronatijd. Of na de coronatijd. Was een jongen uit het binnenland. Toen hij zei van, bravo. Nangachan. U kenk u sakaden wenkri prijs. U goe roko. U no wan yo money bravo. U wan roko egi money. Dat was een hele jonge jongen. U no wan yo money. We hebben om voor ons eigen geld werken. Hij zei psanga yo. U no wan yo money. U wan roko fu egi money. U wan baisa u wani. Dat heeft mij wel geraakt. Die video heb ik in mijn computer. Het heeft me geraakt, omdat een Surinamer daar zegt, dat zei sanga yo bravo. Nanga chan. Usaka de wenkri prijs sanga akkoers. Uno wan yo money, uwan goroko gu egi money. En als we dat met z'n allen kunnen nastreven en roepen en zeggen en bewijzen dat deze mannen niet goed zijn, dan gaan we een beter Surinamer tegemoet. Maar niet huppelen achter een stelletje ezels. Omdat ze geld hebben. Dat nou doen. Niemand is dom. Bravo is niet dom. Maar hij geeft het volk. Financieel. Hij geeft het volk. Psychisch. Dat is psychopathie. En hij weet niet dat hij dat doet. Omdat hij ook niet weet wat het klinische term is van psychopaat. Jan zelf weet het ook niet. Hij heeft zich laatst toch begeven bij een universiteit.
En hij wilde daar minister Ori spelen. Dat zijn de voorbeelden. Natuurlijk, Anna Roos, je hebt gelijk. Vanaf 1980, ja. Maar weet je wat heel veel mensen zeiden? Boutersen is niet goed wijs. Boutersen is niet goed wijs. Nu is Boutersen weg, toch? Dan Boutersen in Luku. Dan draai op ook die ding. Baas, alibe pritemas, baas. Luku vader Allah kon zwak. En nou voor de shitak als dan vaste kleur, baas. Nu fost de shitak asta, nu de gona trasei. Het gaat niet om macht, mensen. Het gaat niet om macht. Het gaat om welzijn van de mens. En bepaalde mensen, leiders in het land, hebben geen gevoel voor welzijn van een ander. En dan hoor je, die ene meneer zegt het. Ja, Bravo is koppig. Hij weet wel, hij weet niet om te gaan met welzijn. Hij weet niet om te gaan met dat, maar hij heeft een goede hart. Wat is een goede hart? Zeg me wat een goede hart is. Een goede hart is een hart dat goed functioneert om je in leven te houden. Dat is een goede hart. We leggen die accenten verkeerd. Wat is een goede hart? Ik heb ook een goede hart, ja. Want ik leef, ik wil dat het gezond is en blijf zodat ik kan blijven ademen. Maar je moet goede mentaliteiten hebben. Je moet goede kwaliteiten hebben. Niet een goed hart. Wat is een goed hart? Je hebt een goed hart, ja? Om te leven, ja. Wij vertalen het Surinaamse letterlijk wamboen atisma, een goed hart. Een goed hart, mens. Nee, hij heeft een goed hart, ja. Je moet leven om dit, hè. Maar wat schuilt er achter zijn intelligentie? Misbruik. Maar wat weet PV wel wat hij doet? Goedendag Redman. Ingrid, ik keer me PV, na PV, ja. Ik weet niet wat hij doet. Hij doet wat hij denkt dat goed is. Maar juist wat hij doet is fout. Juist wat hij doet is fout. Hij had beter moeten doen. Door zijn intelligentie te gebruiken. En dan hoor je weer het volgende. Ja, hij zegt, alles maar moet stem, taki. Met taki naar zo'n stem. Is dat een goede leider? Nee. Wij zijn jouw kinderen niet. Wij zijn jouw bezit niet. Hij is geen lopende Bijbel. Bijbel heeft zelfs iemand geschreven. Hoe kan jij zeggen dat Amait bepaalt, dat nou een leider zei dat je weer stem zou meer stem. Maar je bent het tegen toch? En is een boom. En we zijn ziek, hè? We zijn ziek, hè? We zijn echt ziek in het land geworden. We zijn echt ziek. De psychopathie heeft overslag gemaakt op bepaalde mensen. De psychopathie heeft overslaguren gemaakt op bepaalde mensen. Dat hun kennis die ze
hebben opgedaan op school, hebben ze hun verstand op school gelaten. Dezezelfde persoon zei, Igas Koro, na abumbu verstand die magiu, dat ik ook kan leren, dat ik niet verstand heb als toeru, dat ik gewoon kan leren. Hoe kan je in Gods naam nu, nadat je alles hebt en alles hebt afgekeurd, en niet zo is het goed. Wie ben jij? Wie ben je in Gods naam? Who are you? Who are you? What kind of woman are you? Who are you, my friend? Are you sick? Je sicky boy man. Ik kan niet zeggen, Bouterse, geef maar een voorbeeld hoor. Bouterse, Faisu desma keer dat je aan een boer hè. Geef maar een voorbeeld, hè, mensen, is een voorbeeld. Je zoet desma keer dat je aan een boer. Aan een boer. Dat ineens zo, ai, aan een boer dat ik hier neem. Omdat ineens zo, ik is een hertra dementie. Luister nou, je moet achter je woorden blijven staan. Wanneer je achter je woorden staat, dan ben je een waarachtige strijder. Een strijder gaat dood met een lege maag. Ik hoop niet, Roy, dat ze zich laten misleiden door mensen die zich zo etaleren in het openbaar en die zichzelf schade toebrengen. Zulke mensen moeten opgenomen worden. Verplichte opname. Verplichte opname is aanwezig. Want ze zijn gevaar voor zichzelf en ook nog gevaar voor de omgeving. Wanneer je wil springen van een hoge boom, spring alleen, maar neem geen anderen met je mee. En dat is kwalijk. Maar soms doe je het onbewust om iemand mee te nemen, maar dit is bewust. Ik kan niet mijn hele leven lang hoe ik hier ben. Ik ga jullie wat vragen. Dan moeten jullie me gewoon eerlijk zeggen. Hoe dan moest ik dan hoor rekenen aan mij. Ik ga jullie een persoonlijke vraag stellen over mij. En ik wil jullie eerlijk antwoord hebben. Hoe ik hier ben, vanaf 2019 ben ik aan het VIP aan het bestrijden. En plotseling in 2024 horen jullie dat ik VAP in de hemel prijs. Wat zouden jullie met me doen? Hoe pik je me? Gewoon eerlijk, hoe naaf kan ik ben. Wie is naar mij red me? Hoe pik je me? Ik wacht op die comments. Gewoon zeggen. Gewoon praat Harry. Eentje zegt in therapie sturen, dat is één. Gewoon, eerlijk. Duidelijk. Slachthuis, verrader, ja. Oppotie. En met deze comments, natuurlijk. Dan ben ik een verrader. Maar niet alleen maar een verrader. Dan ben ik een volksvernietiger. Omdat jullie het goede zien wat er gebeurt.
En dan wil ik jullie zeggen dat het niet goed is. Hebben jullie zand in jullie hoofd? Een strijder gaat dood met honger. Overloper. Ik ben bang, ik ben blij voor jullie. Ik ben blij met jullie eerlijke comments. En ik kreeg verleden een messenger bericht. Ik heb het gescreenshot en het is in mijn telefoon. Messenger bericht. Iemand die zich behoorlijk zorg maakte. Was helemaal bezorgd. Ja. De mensen die niet reageren zijn mensen die misschien denken van, nou, ik ga het niet zeggen. Je moet gewoon zeggen. Want dan weet men, weet ik ook. Want dan ik loop er ook mee. Maar ik weet dat ik jullie niet kan meenemen. Om te zeggen, Bravo is fout bezig. Chan is fout bezig. En vervolgens ga ik zeggen, I Bravo is God. Who I am, I'm even sick. Zo. Dan stuur die persoon me een messenger chat. Redman, ik heb gelezen dat u op Facebook dat u de NDP de rug hebt toegekeerd. Ik heb die screenshot. Dan heeft die persoon nooit meer een bericht naar me toegestuurd. Ik heb gezegd, wie zeg je deze verhalen? Ze zeggen, dat klopt niet. En ik heb het gescreenshot speciaal omdat ik alles opsla. Ik zeg, luister dan. Mijn vader, André Eduard Kotar, was een NPS'er. En hij heeft achter NPS Aaron gelopen totdat hij niet meer kon. Toen heeft mijn moeder hem gezegd. Daarom had ik het gedeelte van vrouwen aangehaald. Toen zei mijn moeder tegen hem. Maar André, I don't want tra vrouw je gono. Want hier die je gwa grunjari. Je gwa grunjari mati koine kanga noti. Sa je go doa grunjari. We vrouw na gron papira me go suku. Tide de babi meeting na grunjari tako ofen gron papira. Want de betegu tako ka okipera grono okipera gron. Ume kwa pchin sanja. De no wan na papira me lonen baka. Mi palon baka aron te. Mi pa kumwande yang asofutu na oso. Ota suko broko. Ina toko toko na grunjari. Grunjari be ap toko toko fosi. Ana grunjari disfuno. So. Na natuurlijk. Eselina. Mi mustai gunu fa sante. Di mi pa no mamoro di desu dati te kondre abra da mi pago na bauta sa da bauta sa gimi pagrom plus roko plus asen mi pago te kwa lining na Fernandez Coppola lining na Landbou Bank mi pa bawa oso na 63 mi kamera. That is je volk uit de plubber halen en zelfstandig, want mijn vader moest werken om die lening te betalen. Toch? Samen met mijn moeder. Toen ging mijn moeder studeren. En mijn mama ging studeren. Mijn moeder is gaan studeren, heeft een werk gevonden op de Jomonko school als schoonmaakster. En daarna ik ga naar Bigisma scoren. Daar ga leren, daar ga doen verpleging. Ik ga hoofdverpleegster voor het Slaanshospitaal. Dus mijn moeder met dat een vrouw op doorzettingsvermogen. Ama negreta, ama sap monteur wan wagigba. Ama itan dat ben een monteur ja. Ama no go go taka go go studeer futron datra of this of dat. Mijn moeder is verder gaan studeren. Ze heeft meerdere certificaten gehad, meerdere dit, minder dat, meerdere dat, brr brr.
Maar goed, er zijn ook mannen die dat doen. Maar de leertraject, dan met pakjes aan. Hoe vindt die? Of nee? Daarom ik niet dat ik mijn gueliba partij die zie. Mijn gue. Om misschien dat ik dat na dat ik me bij dat toko toko. En dat ik me de voor me kraken de bakken. Met dan dat ik telek einde. Ik kan het niet zien in een jaren mijn moro. Dat ik me niet rustig. Omdat ik dat ik heb genoeg gesproken. En ik wil dat ze het zelf verder gaan doen. En ik hoop dat het klinkt in hun oren. Wanneer men geld wil verdienen over je rug, hebben ze zoveel mooie praatjes. Je moet dat niet zeggen, je moet zus niet zeggen. Hebben ze zoveel mooie praatjes. Maar ik kan ambiëren een post in de politiek, maar ik zorg dat ik over een koffie zei op dat plek directeur naar kantoor. Ik doe het. En omdat ik jullie oma's, maar de economie directeur daar in mag op Masra. Hij de vrijgezel nog zo in of in Auroko. En hij kon zijn bureau niet kon solliciteren. Dat na zijn zijn bepaal zijn. Dat na zijn zijn bepaal zijn de dagen zijn. Daarom is hij zo'n vrouw Abib Ching. Awan groen, awan ready, awan blauw. En zo'n vrouw zijn awan verleende schrijf na asan dat hij. Dan. Dan kom horen dat hij. Zo mij go solliciteer aan je journey. Zijn ze ipsad no no de so faya faya. En de zijn dat moet stop. Dat na mensenhandel en misbruik.